Lotte en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een superleuke vlog, want ik ga namelijk naar Curaçao. Echt, ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten tot ik daar ben, want het is echt zo koud in Nederland. Maar als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal, want dat zou mij heel erg helpen. En dan heel veel kijkplezier met de Curaçao vlogs. Ik zeg vlogs omdat ik ga proberen elke dag een video te maken. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En het is nu lekker herfstvakantie. Ik ben nog nooit in de herfstvakantie op vakantie geweest. Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb mijn koffer, die staat klaar. Ik ga ongeveer over een half uurtje naar Schiphol. En dan ga ik naar Floor en Vos toe. Floor en Vos zijn dus twee vriendinnen aan mijn klas. En zij zijn al op Curaçao een maand. Zij zitten daar voor 3 maanden en ik ga daar nu naartoe. Ik heb er echt onwijs veel zin in. En ik ga nu mijn koffer dicht doen en dan ga ik er vandoor. Ik heb echt veel te veel spullen mee, maar ik heb dus mijn nieuwe koffer van Soet Soet. Dus ik ga hem nu dicht doen en dan ga ik die hoes eroverheen doen. Die heb ik ook nieuw. En ik ben echt super benieuwd of die dicht past. Nou, mijn koffer is helemaal klaar. De hoes zit er ook omheen. Ik hoop dat het een beetje beschermt. Ik vind het zo zonde als deze kapot gaat. En ik neem dus deze tas gewoon mee als een soort van handbagage. Dus, let's go. Oké, al mijn spullen staan klaar. Ik word over 10 minuutjes opgehaald. Alleen, ik had dus nog een pakketje van Stormwear gekregen. Met de kortingscode. Dus ik dacht, ik laat het gewoon even snel zien. Want anders kan ik het pas over 1,5 week unboxen. En volgens mij vinden jullie het ook wel leuk om gewoon pakketjes te zien. Dus ik ga het even openmaken. Ik mocht namelijk 3 setjes ontvangen. Ik zal als eerste mijn lievelingssetje doen. In een hele mooie groene kleur. Daar zit namelijk deze hele mooie sport-BH bij in een soort donkergroene kleur. Ik heb deze in een maatje S en dit noemen ze de Seamless Rip Top. Dat is deze, heel erg leuk. En daarbij hoort dus een legging. Hij rekt heel erg mee, hij lijkt nu heel klein. Ik heb deze ook in een maatje S. En ja, ze zijn best wel high-waisted, dus je ziet niet heel veel buik, wat ik heel erg fijn vind. Dus dat is het eerste setje. In een groene kleur. Heel erg mooi. Oké, dit is het groene pak. Hij sluit echt mega goed aan. Ik heb er nu zwart ondergoed onder. En een zwarte BH. Maar je ziet eigenlijk helemaal niks. Dus ik vind hem echt super mooi. Dan heb ik nog best wel een opvallende set. Deze is van de lijn met Monica Geuze. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Daarbij hoort namelijk dit topje. In een soort luipaardprint. Echt heel erg Monica natuurlijk. En ik heb deze ook in een maat S. Heel erg mooi. Kwaliteit voelt echt super goed aan. En daarbij hoort natuurlijk ook een legging. En je kan hier natuurlijk ook gewoon altijd nog een shirtje overheen dragen. Nou, en daarbij hoort dus deze legging. Super mooi. En het is dus een beetje grijs. Een beetje een grijze tint. Wat ik wel heel erg mooi vind. Want als het echt bruin, die panterkleuren is. Is het misschien best wel heftig. Maar ik vind deze set super mooi. En ik vind hem ook heel erg mooi staan bij Monica. Ik heb deze ook weer wederom allebei in een maatje S. Oké, ze sluiten echt heel nauwkeurig aan. Dus je hebt echt maar een heel klein stukje buik. Wat ik juist ook wel fijn vind. Ik vind ze er echt heel erg mooi uitzien. En ik heb hier ook zwart ondergoed onder. Hier zou je misschien beter wat lichter onder kunnen doen. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. En dan heb ik nog een hele mooie set mogen ontvangen. Dat is namelijk gewoon een zwarte set. Ik dacht dat is ook wel heel erg handig. Daarbij zit deze zwarte legging en staat hier Stronger. Heel erg mooi. En ze schijnen dus niet door, dus dat is heel erg fijn. Squatproof. En daarbij hoort dus ook weer een top. Nou ja, gewoon een sport BH. Heel erg mooi hoesje. En daarbij hoort deze sport BH en hier staat ook Stronger. Echt super mooi en super fijne kwaliteit. En dit is de zwarte. Deze is wel een beetje basic, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi en lekker zitten. Dus ik ga deze echt heel veel dragen met sport. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ik hoop dat jullie deze kleine shopvlog even leuk vonden. Oké, we zijn er. Zin in! Oké, we zijn door de check. En kijk eens wie daar is. Zo. Yeah. Kennen jullie haar nog van de karaoke video's? Wanneer was dat? Ja, toen we op Liesak zaten. En we hebben lekker McDonald's. Zin in. Heel veel trek. En Chris is er ook. Ciao. Wij gaan nu naar de gate lopen. En dan moeten we 10 uur in het vliegtuig zitten. Nou,
Chris loopt erachter, Fem is hier. Gelukkig zit ik niet naast Fem in het vliegtuig. Kak, ja, ik vind dat echt niet leuk. En ik heb dus echt denk ik voor 40 uur aan beeldmateriaal gedownload. Dus dat wordt leuk. Yeah. Zin in. Leuk. Oké, wij zitten in het vliegtuig. We hebben heel chill. We hebben namelijk de laatste twee plekken achterin. Dus we kunnen stoelen naar achteren doen. En we hebben hier dus nog een extra schermpje. Maar deze doet het alleen niet. Maar we kunnen wel deze gebruiken voor extra opladen. Dus heel veel zin in. Is dit... Een hele bijzondere look. Ik ben heel benieuwd. Maar wat is dit? Ja, dat is... Nou, dan krijg je soms bij van die restaurants erbij, weet je wel. Zo'n eiersalade. Ja, zoiets. Zo. Nou, bon appétit. Goh, het ziet eruit. Wat erg. Oké, okay, we zijn geland op Bonaire. Daarna moeten we nog 20 minuten vliegen naar Curaçao. Op zich ging de tijd best wel snel, best wel prima. Maar ik ben blij dat we er zijn. Ik heb een slaappil gehad, maar niet geslapen. Ja, ik heb denk ik wel een uur geslapen. Nou, misschien wel iets langer. Dus we gaan nu weer op weg naar Curaçao. Nou, de koffer was wel snel. Was die van mij als eerst? Ja, ik ben eerst. Alleen hij is wel een beetje vies. De zoet is vies. Nou, het is inmiddels 7:30. En we gaan zo onderweg naar het huisje. Zin in. Yeah. Neus. Hey Rudolf. Ja, ik ben Rudolf. De app leek op de vlog. Ik ben in Kuna. Oh, het is zo erg. Die camera beslaat gelijk. Het is hier zo warm. Die camera beslaat gelijk. Nog één uur. Ik had het ook de laatste dagen heel erg. Oké. Ik weet niet meer wat ik het laatste wat ik heb gefilmd. Ja, ik zag de fles drank al staan. Was dat het laatste, denk je? Maar we zijn aangekomen. Heel leuk. Ik heb het huisje al gezien. Ik zal het straks ook even laten zien. We gaan nu even wat eten. Het is wel echt super warm. Het is echt benauwd gewoon. Het is echt hot. Kijk, leuk. Met leuke lichtjes. Helemaal leuk. Vos was gisteren jarig. Ja, dat klopt. Dat klopt. 21. Hey, 21. Oké, maar we gaan... Oh, ik zei dat veel te hard. Nee. Iedereen praat je hard. Oké, echt leuk hier zeg. Ja. Oké, dus we gaan nu eventjes lekker wat eten en drinken. Ja. Nou, proost. Ja, voor de vlog. Proost. Op kuur. Curadijs. Ja. Zin in. Wie durft dat filmen? Douchi. Wacht. Ja, deze kant. Nou, film ik morgen als het licht is. Zij hebben dus ook 392. Jullie... Nee, wij hebben 391. Maar vroeger is 392. We hebben ook 392. Ja, maar ja, het is toevallig. We zitten bij de buren. En we gaan lekker eten. Ik was in slaap gevallen eindelijk. En toen werd ik wakker. Ja, lekker. Hij ruikt ook wel lekker. We hebben hier ook lekker. Eet smakelijk. Wat is dat in het... Oké, nou, dit is... Curaçao op zijn mooist. Ik ga morgen even alles filmen. Misschien doe ik zo meteen nog even een house tour. Een little house tour. Ook alweer gewoon een bekende brug. De pontjes. En hier zijn de gekleurde huisjes. Oh, wat hoog. Wat leuk. Heel mooi. Ik vind het zo gek dat ik nu op vakantie ben. En kijk, dat is dus een hele hoge brug. Daar gaat allemaal verkeer overheen. Heel leuk. Nou, daar staan ze, de letters. Dag 1. Vlog nummer 1 van de 10. 7. Elke dag een vlog maken, jongens. Oh, heel lelijk. Helemaal glimmend. Oké. Oh, ik was echt zien. Wacht, ik vlog zo. Echt niet van zo dichtbij filmen. Oké, maar we hebben even wat gegeten. Was echt heel lekker. En we zijn nu op de kamer. Ik zal morgen in de video van morgen dus dan even een roomtour doen. Ik hoop dat jullie de eerste video leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer bij de nieuwe video. Doei doeg!